for my team! For my team! It's all for one! It's all for one! And one for all! And one for all! We are a team! We are a team! Een speciale dag vandaag voor de American voetballers van Flevo Phantoms uit Almere. De club speelde vanmiddag haar allereerste thuiswedstrijd op het hoogste niveau in de Eredivisie tegen regerend landskampioen Hilversum Hurricanes. We hebben een heel mooi team. Het is een nieuw team. We groeien heel snel, maar we groeien ook heel erg als team. Dus ja, we hebben heel veel zin in met z'n allen. Dus ja. Wij zijn gevraagd om te komen in de Eredivisie vanwege ons niveau. We waren geen kampioen geworden, dat is ons niet gelukt. Maar we hebben wel het niveau om nu mee te kunnen draaien in deze divisie. Jullie zijn eigenlijk helemaal niet gepromoveerd naar het hoogste niveau. Nee. Hebben jullie dan wel iets te zoeken op het hoogste niveau? De sport is redelijk klein in Nederland. Het heeft niet zo heel veel leden in Nederland. Dus ja, op een gegeven moment ga je gewoon promoveren naar een hoger niveau. En dat is vervelend, want het verschil in niveau is wel redelijk groot. Ook tegen Amsterdam bijvoorbeeld. Dat is een heel goed team wat ook internationaal gespeeld heeft. Dus het wordt lastig, maar we gaan gewoon onze best doen. Dan komt alles goed. Wij stonden stil in onze ontwikkeling met de mannen. Vandaar ook dat we dit zien als een kans om ons verder te ontwikkelen en door te groeien. Dat we over 4 jaar bij de top 3 horen van Nederland. Worden jullie niet gewoon kanonnenvlees dit seizoen? Ja, ik weet zeker dat niet gaat gebeuren. We hebben een erg leuk team. Er zijn heel veel goede jongens. Heel veel jongens met potentie. En er is nog veel training moeten we nog doen voordat we zover zijn. Maar dat gaat helemaal goed komen. In Nederland is American voetbal een kleine sport. Er spelen nog geen 1000 man bij de senioren. En op die beoefenaars is geen etiket te plakken. Allerlei. Het zijn studenten, het zijn jongens die gewoon arbeiders. Wat zit er allemaal bij? Marechaussee, supermarktjongens. Het zijn zulke verschillende jongens allemaal. We hebben hele grote jongens, hele kleine jongens. Eigenlijk is er wel een plekje in de merkenvoetbal voor iedereen. Je hebt niet een bepaald soort type wat alleen de merkenvoetbal kan spelen. Dus dat is wat leuker. Het is echt een teamsport bij uitzeg dit. Ja. Maar het is ook geen sport voor watjes. Nee, ja, dat wordt altijd wel gezegd, maar kijk, natuurlijk moet tegen een stootje kunnen, maar het is vooral ook tactisch een spelletje. De Flevo Phantoms zijn dus nieuw op het allerhoogste niveau. En coach Kallenbach maakt zich vooralsnog geen zorgen over een eventuele degradatie. Het degraderen, ik weet ook niet hoe dat dit jaar gaat worden nog. Ik heb geen idee. Ik denk het niet dat we kunnen degraderen. Ik hoop het niet te wissen, maar ik weet het echt eerlijk gezegd nog niet. Nee. Ah, dat is wel lekker toch? Ja, daarom. Dus weet je, we gaan gewoon lekker het seizoen in en we zien wel wat schips dan. Wanneer zijn jullie tevreden aan het eind van de rit? Wij zijn tevreden als we een heel hecht team aan het einde van de rit hebben. Wat nog steeds samen speelt en dat gaat ook gewoon gebeuren. Ja. Dus zijn we aan het bouwen. Ja, je hoeft ook niet bang te zijn dat je gaat degraderen, hè? Want dat kan geloof ik niet. Dat weet ik eerlijk gezegd niet eens. Okay. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij is het mogelijk, maar dat gaat niet gebeuren. De eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie ging overigens nip verloren. Nadat de Phantoms aanvankelijk met 12-6 voorstonden, won landskampioen Hilversum Hurricanes uiteindelijk met 12-13.